vandaag hebben we jullie een video, weer een haartutorial. Een haartutorial? Ja, wacht even hoor, dat horen ze goed, ja, hè? Ja, en het is geen poging tot. Het is een echt. Het is echt gelukt. Nou ja, goed, we hebben altijd wel heel fijn haar en stijlhaar en knotten zijn hartstikke feestelijk, zeker voor kerst. Maar hoe doe je dat nu? Want misschien herken je het, als je zo'n dodus in je haar doet en je doet hem in je staart en je moet zo draaien, dan valt alle haar valt er buiten, ja. En na verloop van tijd gaan je haren zo staan waardoor de donut er doorheen komt. Scheid irritant. Dus ik heb een oplossing gevonden. Als je fijn haar hebt net als ons, hoe kun je dan zo'n leuke hoge suikerspin knot maken voor de feestdagen? Draai je maar eens om, dan kun je vast een preview zien. Kijk, met leuke gouden speldjes erop en het lijkt net of ze heel erg lang haar heeft. Dus blijf zeker even kijken en fijne feestdagen! Nou, we gaan eerst gewoon het haartje even doorborstelen met de Mason Pearson. En excuus alvast voor de honden die wat lawaai maken. Ze zijn vandaag voor het eerst met z'n tweetjes bij mijn huis. Dus ze zijn voor het eerst bij mijn huis met z'n tweetjes. En het is allemaal veel te spannend en te leuk. Dus Saar zit nu opgesloten in de hal. En Noah zit de kerstboom te molesteren. Even kijken hoor. Ik ga het haar een beetje verdelen in een aantal vakjes. En ik heb hier een toupeerborstel. En die is van Chi. En daar ga ik gewoon even de boel mee toupeeren. Want we hebben alle twee heel erg fijn haar. En het is soms echt onmogelijk om daar echt iets van te maken. Dus ik ga er even eerst als een heks uit laten zien. En dan komen we zo meteen weer bij jullie terug. Oh my god. Zo, hier is mevrouw Suikerspin. Ja, dat doe ik gewoon toupeeren omdat wij alle twee heel fijn haar hebben. En als je dat niet doet, is het soms heel lastig om een knot te maken. En het kan wel, maar dan glijdt het constant door je vingers. En het bespaart je een hoop irritatie als je het even toupeert. Vervolgens ga ik eigenlijk gewoon een soort van staart maken. Wat je meestal hebt is natuurlijk gewoon, je hebt een staart en die doe je zo in de donut en de donut rol je dan om. Met fijn haar zul je merken, dat hebben wij ook altijd heel irritant, dan doe je dat zo en de helft vliegt eruit omdat het heel fijn is. En daarnaast na een aantal uur gaat dit helemaal zo uit elkaar staan en dan zie je dus die donut er doorheen. Heel irritant. Dus ik gebruik de donut met fijn haar op een andere manier. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Eerst maar even een staart maken en Willemijn even pijnigen. Ik heb een hoge pijngrens hoor jongens. Dus ik kam het eigenlijk weer een beetje uit. Ik doe hem liever nooit zo heel strak, maar het verschilt per persoon. Ik hou zelf niet zo van super strak. Ik ook niet bij mezelf. Nee? Ik had het zo kaal. Nou, een beetje bruiloft was toch wel redelijk. Ja, maar toen stond het wel goed bol. Ja, oké, dat is waar. Maar als het niet genoeg getoupeerd is, dan is het bij mij echt zo, ik krijg zo'n hele platte schedel, weet je wel? Ja, ja precies. Wat ik nu ook al wil doen, is ik spuit overal een beetje haarlak in. Oké, okay, en dan hebben we dus dit, een soort van hoge, strakkere staart. Ik heb hem niet super strak gedaan, het lijkt misschien nu zo, maar er zit wel wat meer lucht in, anders is het wel heel strak. Ik toupeer meestal, hij is al vrij bol, maar meestal toupeer ik die staart nog een keertje. Sorry. Ja, het is niet echt fantastisch voor je haar om het heel vaak te doen, maar met kerst mag het wel. Toch niet heel precies trouwens dat toupeeren, als je maar een beetje meer grip hebt. Nou, meestal doe je die donut dus meestal zo, hè, in die staart. En nogmaals, dat ga ik ook doen. Dus ik doe hem wel zo. Even door de staart heen trekken. Zo. En heb je hem zo. Nou, eigenlijk moet je hem dus helemaal naar achteren doen. En dan rol je hem zo in. Dat doe ik niet, want het is best wel lastig met fijn haar. Ik heb hier een elastiekje. En ik draai hem eigenlijk gewoon om de knot heen. Dus ik maak gewoon een beetje zo'n... Ja, je krijgt niet een hele strakke knot, maar ik draai hem zo... Helemaal om die knot heen. En dan is het een kwestie van een elastiekje eromheen doen. En die elastiek, dat elastiekje doe ik er één keer omheen. En dan heb je een beetje een soort van, nou ja, suikerspinknot. Nou, dan ga je nog eventjes een beetje fixeren. Dus wat ik daarmee bedoel is, je gaat er wat speldjes her en erin steken. Oh, ik dacht ik op de halen weer. Nee hoor, daar komt de halen niet. Maak je maar niet van hoor. Leuk is van zo'n knot, hij is gewoon wat meer nonchalant. Even kijken hoor. En hij is niet super strak, maar weet je, dat vind ik ook, ja. Ik vind het heel mooi bij anderen, maar op een of andere manier hou ik er zelf niet zo van. Voor bepaalde stukjes hier zo, die trek ik bijvoorbeeld naar elkaar toe. En dan pak ik een pinnetje en dan zet ik hem zo vast. Pak een aantal haren mee, zo. Nou, en zo maak je hem uiteindelijk mooi. Nou, dan heeft ze gewoon een leuk knotje. En dan ga ik hem gewoon spuiten. Kijk, en hier komen altijd haartjes uit aan de achterkant. Die moet je dus helaas, pindakaas,
altijd een beetje met zo'n schuisveldje vast te hebben. Dan kun je er ook gewoon twee gouden voor gebruiken, dat je ze gewoon leuk neerzet, gewoon twee zulke. Dat je een soort van V'tje maakt, dan is er nog wat speels. Even kijken hoor, nou Willemijn gelukkig wel langer haar dan ik, dus ik plak dit een beetje zo vast. Dit is eigenlijk de suikerspinknot voor fijn haar, veel toeperen, veel haarlak. Willemijn zegt wel, Martine gebruikt voor haarlak, maar echt, you're gonna need it. Kijk naar mijn fijne haar, echt het, ik heb het gisteravond gewassen of zo. Ik zou het ook echt nodig hebben. En ik vind het wel een heel leuk effect, staat je hartstikke leuk, vind ik ook. Kijk, dat is hem dus eigenlijk. Het is heel veel haarlak, toeperen en die knot dus inderdaad niet indraaien, maar gewoon de staart doorheen trekken en het haar er helemaal omheen draaien. Ja, precies, doe nog eens. Kijk, zie je, heb ik die twee speldjes zo schuin erachter gestoken. En hij is dan heel hoog. Het leuke is dat je dan, als je fijn haar hebt, heb je nooit van dat hele volumieuze haar. En met zo'n donut kun je het wel faken. Dat je een hele dikke knot hebt. Het lijkt nu alsof ze wel heel lang haar heeft namelijk. Ik voel me nou net zo'n model bij Tom Sebastian en Marie van der Velde. Nou, dit was de suikerspinknot voor fijn haar. Dankjewel voor het kijken. Doeg! Doeg!